Ik zit hier bij Iriszorg in Nijmegen, omdat de laatste tijd veel in het nieuws is dat vooral ecstasy, maar ook andere drugs steeds meer vervuild raken. Hier bij Iriszorg kun je je drugs laten testen en zorgen daardoor dat je geen verkeerde spullen binnenkrijgt. Dat je binnenkrijgt wat je hebt gekocht. Check this out. Ik zit hier met Carijn en Trui, die regelmatig de drugs testen. En zij gaan ons iets meer vertellen over wat het inhoudt. Carijn, kun je me vertellen wat jullie hier zoal doen? Wij testen hier in principe drugs. Alle verschillende soorten drugs die in het uitgaansleven gebruikt kunnen worden. Ecstasy, coke, speed, GHB ook wel. We testen op twee onderdelen eigenlijk. De psychoactieve werking van de verschillende stoffen in de hersenen. En de hoeveelheid daarvan. In de nieuwsberichten kon ik lezen dat inderdaad MDMA kwam ter sprake. Dat is dus de werkzame stof in ecstasy die voor het fijne gevoel zorgt, begrijp ik. Mm-hmm. Maar nu kwam ik ook de stof MCPP tegen. Wat doet die stof? Ja, MCPP is een stof die dus niet, wat geen ecstasy is, laat dat duidelijk zijn. En wat niet in dit soort pilletjes hoort. Eigenlijk word je daar ook alleen maar ziek van. En dat is natuurlijk niet leuk als jij denkt van ik ga een leuke avond hebben. Op zo'n avond als deze, hoeveel mensen komen er dan langs? Ik denk dat er zo'n 20 mensen geweest zijn. Ja, en sinds dat de markt erg vervuild is, komen wel steeds meer mensen testen. Mensen die hebben het zelf al ervaren hoe MCPP bij hun kan werken. Feestjes verpest. Maar mensen komen ook meer uit voorzorg, omdat ze horen van, nou ja, dit is rotzooi of dit is MCPP op de markt. Ik laat het testen. Ik denk dat er uit allerlei, lagen van de bevolking mensen komen. Alle leeftijden. Ik denk wel dat het zich, het zijn wel hoofdzakelijk mensen die in de party scene zich begeven. Dat wel. Maar ja goed, dat is natuurlijk ook een heel breed begrip tegenwoordig. Ja. En zijn jullie niet bang dat dit juist het drugsgebruik stimuleert, omdat het het veiliger maakt? Drugsgebruik blijft altijd bestaan. Dus als dit er niet zou zijn geweest, zouden mensen nog steeds blijven gebruiken, maar dan weten ze niet wat ze gebruiken. Maar ik denk ook niet, het maakt drugsgebruik niet veiliger. Wij zeggen niet hier, oh, dit is een goed pilletje en slik die maar lekker, of zo. Dat is iets wat wij niet zeggen. Wij blijven altijd de boodschap geven, let op, dit zijn harddrugs, weet wat je doet, let op wat de werking is van zo'n pilletje. En wat vooral natuurlijk de boodschap is, als er rare stoffen op de markt zijn of rare dingen in zo'n pil zitten, dat we daarvoor willen waarschuwen. En stel nou dat ik hier vanavond was gekomen om een pilletje te laten testen, hoe gaat dat dan in zijn werk? Kunnen jullie dat even laten zien? We schrapen een heel klein beetje van de pil af. Ja. Oké. Okay. Dat doen we op dit ding. Mooie bordje. Het hoeft maar een heel klein beetje te zijn. Doen we het zuur overheen. En vervolgens kan je zien aan de reactie of er wel of niet een ecstasy-achtige stof in zit. In dit geval zit in jouw pilletje een ecstasy-achtige stof in. Dat kan je zien aan de blauw-zwarte kleuring. De volgende stap is dat wij de pil opmeten. En daarmee krijg je zeg maar ook een soort een code. Die noteren wij samen met nog een aantal andere vragen. Nou ja, opmerkingen van de consument zelf. Heeft de consument misschien al de pil gebruikt of vrienden of kennis? Dat is belangrijke informatie. In feite wat Carijn zeg maar op dat blaadje schrijft, dat vul je in op de computer. En dan kunnen we jou een uitslag geven van hoeveel milligram MDMA er in die pil zit. Bedankt. Oké. Okay. Check this out. We staan hier met de mooie skyline van Nijmegen achter ons om te praten met Marten en Lucas Hoogsteder. Die hebben gewerkt voor Iriszorg voor het Peer-to-Peer Project. Marten, kun je mij iets vertellen over wat jij hebt gedaan bij het Peer-to-Peer Project? We gingen vooral naar festivals toe. In eerste instantie, we hebben later ook lesgegeven op rijscholen, maar in eerste instantie zijn we vooral bezig geweest op festivals. Om daar vooral informatie te geven over alcohol en drugs. En hoe zijn jullie daarbij terechtgekomen? We hebben allebei maatschappelijk werk en dienstverlening gestudeerd aan de HAN. En toen moesten we stage lopen en zo zijn wij terechtgekomen bij die organisatie. En wat vertelden jullie zoal
aan die jongeren? We hadden een vragenlijst waarmee we naar die jongeren toe gingen. Als ze dan zelf nog vragen hadden, dan konden wij de antwoord op geven. En wat zijn, wat voor soort vragen kregen jullie dan? Of drugs, of bijvoorbeeld cocaïne in combinatie met andere middelen, of dat gevaarlijk was. En heb je nou het idee dat het zin heeft, dat jullie daar echt werk hebben verzet? Ja, absoluut. Veel mensen die gebruiken gewoon zonder dat ze er verstand van hebben. En daardoor ontstaan een heleboel problemen. En heeft het jouw visie op drugs veranderd? Nee, eigenlijk niet. Ik gebruik zelf niet, ik heb ook nooit gebruikt. Alleen, ik heb het ook nooit als erg ervaren. En als ik heel eerlijk ben, heb ik nog steeds niet de indruk dat drugs per definitie heel erg zijn. Als je weet waar je mee bezig bent en je doet het in een veilige omgeving en je vertelt tegen je vrienden dat je gebruikt en wat je gebruikt, dan ben ik ervan overtuigd dat drugs niet slecht zijn. Dat je met drugs best een leuke avond kunt hebben en dat de risico's dan ook wel beperkt blijven. Nou, heel erg bedankt. Geen probleem. You're welcome. Dat er veel gevaarlijke stoffen in drugs zitten, mogen duidelijk zijn. Sommige die juist het effect hebben wat je verwacht, maar sommige ook helemaal niet. Stoffen die er niet in thuis horen dus. Maar zolang je ze van tevoren laat testen en gewoon in een veilige omgeving gebruikt, kan er in principe niks misgaan. En dan kun je er gewoon lol mee hebben.